Een monoloog voorbereiden voor een auditie, een toelating of opnames? Ik ga je helpen. Het kan best intimiderend zijn. Zo'n lap tekst waar je helemaal alleen voor staat zonder dat je een tegenspeler hebt. Maar net als een dialoog is een monoloog een kans om te spelen. Met authenticiteit en vanuit je gevoel. Jij bent het personage. En als je speelt vanuit je gevoel, dan maakt dat jou uniek. Het is vrij makkelijk om een gevoel of een emotie te spelen die overeenkomt met de tekst uit je monoloog. Maar spelen dat je iets voelt, maakt je niet authentiek en dat maakt je ook niet uniek. Waarom zou een regisseur of een casting director dan voor jou moeten kiezen en niet voor iemand anders? Reageren op wat je voelt in het moment, dat maakt je monoloog geloofwaardig en zorgt ervoor dat je speelt met authenticiteit. Laat de tekst dus niet bepalend zijn voor hoe je je voelt of hoe je speelt. Maar laat je gevoel bepalen hoe je je tekst brengt. Voorkom dat je van tevoren al hele specifieke keuzes hebt gemaakt. Of dat je van tevoren hebt bedacht in welke zin je welke emotie wil laten zien. Door naar jezelf te blijven luisteren, naar je gevoel en naar je emoties, kun je jezelf, maar ook je toeschouwers, verrassen door emoties te laten zien die vanzelf zichtbaar worden in je spel, zonder dat je er ook maar iets voor hoeft te doen. Maar hoe kies je het juiste monoloog? Waar moet je op letten? Hoe lang moet een monoloog zijn voor je auditie of je toelating? Moet je wel of niet mensen aankijken? En wat als er een camera staat? Kijk je dan in de camera of erlangs? Allemaal hele logische vragen. Daarom heb ik speciaal voor jou een mini-training gemaakt om je te helpen je monoloog voor te bereiden voor je auditie, je toelating of je opnames. De training bevat ook een breakdown om je te helpen bij de voorbereiding van je monoloog, maar ook do's en don'ts, een oefening en praktische tips. Wat moet je doen om toegang te krijgen tot deze training? Heel simpel, like deze video en klik op de link in de beschrijving hieronder. Je kunt de training volgen op je eigen tempo en zo vaak doen als je zelf wilt op je computer, je tablet of je smartphone. Heb je vragen? Laat het weten door een reactie te plaatsen onder deze video of in de Facebookgroep. Heel veel plezier met de training en als je binnenkort een monoloog hebt of je gaat er een doen, laat het weten. Ik vind het altijd leuk om van je te horen.